Suriname treft maatregelen om beruchte dierziekten zoals mond- en klauwzeer, varkenspest en influenza buiten de grenzen te houden. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut NII. Tot nu toe is het land wel bespaard gebleven van ziekteuitbraken onder de veestapel. Om deze ziektevrije status te behouden, wordt deze week een tweedaagse bijeenkomst gehouden met verschillende actoren. Het initiatief is genomen door de afdeling Veterinaire Dienst van het onderdirectoraat Veeteelt in samenwerking met de dochterorganisatie van de Pan American Health Organization, de PANAFTOSA. Omdat Suriname fragiele en toegankelijke grenzen met zijn buren deelt, is er wel een kans dat de dierziekten een bedreiging kunnen vormen. Daarnaast heeft de openstelling van het achterland de ongecontroleerde immigratie van dieren verhoogd. Dit maakt het moeilijker om het vee en de verspreiding van ziekten bij mens en dier te controleren. Met de versterking van de veterinaire diensten door de ondersteuning van PANAFTOSA zal het behalen van het officiële internationale mond- en klauwzeervrije status bewerkstelligd worden.